Het meisjesinternaat Ballingsula werd dankzij Pansa Group of Companies NV en NAX ook betrokken bij de Iconen-expositie. Ook deze meisjes hebben de gelegenheid gekregen om meer te weten over enkele iconen van Suriname. Internaat Ballingsula is vernoemd naar het dorp Ballingsula in het district Brokopondo en vangt alle meisjes uit het binnenland op. De directeur van Pansa Group of Companies NV, Morino Pansa, tevens zoon van Surinaamse icoon Humphrey Pansa, benadrukt dat wij niet moeten vergeten dat het binnenland ook deel uitmaakt van ons land en dat het daarom heel belangrijk is om ontwikkelingen integraal aan te pakken door de andere districten ook te betrekken. Hij doet daarom een oproep aan Surinaamse ondernemers om jongeren te motiveren en hun kennis en kunde met hen te delen. Want je hebt niets eraan om kennis te vergaren, kennis en kunde, ervaring op te doen om ermee weg te gaan. Mijn vader is een levend voorbeeld daarvan. Hij heeft kennis vergaard, heeft faciliteiten neergezet. Wij zijn in zijn voetsporen getreden. Toch? We hebben ook geabsorbeerd. Dan moet je ook geven. Dan moet je kennis ook delen. En er zijn heel veel van ons die over capaciteit, kennis en kunde beschikken. Maar we delen het niet graag. En ik denk dat er verandering daarin moet komen. Laten we onze faciliteiten ter beschikking stellen van land en volk. En dat is waarom ik vandaag zo enthousiast ben. Omdat ik weer een gelegenheid heb gekregen om te delen met anderen. De directeur van het internaat, Yves Navredes, stelt het zeer op prijs dat deze jonge studenten uit het binnenland, die al heel veel informatie ontberen, ook in de gelegenheid zijn gesteld om aan deze activiteit te participeren. Zij zegt dat het internaat graag vaker soortgelijke educatieve en recreatieve activiteiten wil uitvoeren voor de meisjes, maar dat zij beperkt worden door het gebrek aan de nodige middelen en de ondersteuning. Ook de pandemie heeft ervoor gezorgd dat het internaat lang geen activiteiten heeft kunnen uitvoeren. Ja, kijk, we wisten niet om te gaan. Het was nieuw en iedereen maakte zich zorgen, ook de ouders. Toen is besloten dus dat de meisjes naar huis moesten. Maar we hadden ook wateroverlast. Het internaat en die hele omgeving was onder water zwaar ook. Waardoor er heel veel schade is aangericht aan het terrein, aan het gebouw. En tot nu toe is een heleboel nog niet hersteld. Dus we konden ze niet daar houden. Dus dat is onder andere een van de zware momenten geweest voor het runnen van het internaat. We konden niet. We hebben onlangs wel een sessie gehad met Bureau voor het Kind. In samenwerking met UNICEF. Waarbij ze dus middelen hebben gehad om bezig te zijn met activiteiten daar binnen zijn huis. Met spelletjes, met recreatiezaken. Dat was tot nu toe de enige officiële activiteit die we hebben gehad met die meisjes. Vrede kijkt uit naar vrijwilligers die middels begeleiding van de meisjes een handje willen bijdragen aan hun vorming voor de toekomst.